Lost and Found. En Lost slaagde eigenlijk op de familie dat ik verloren ben tijdens de Holocaust. En Found over de familie dat ik juist heb teruggevonden dankzij Ivan die mijn stamboom helemaal heeft gemaakt, uitgeplaatst. In totaal spreken we over ruim 700 etsen. Ja. Dus ook 700 foto's eigenlijk. Ja, minstens 700. Ja, het zijn er 126 verschillende. Ooit gedacht ook aan een andere manier van iets met die verhalen te doen? Zo, literair of zo? Nee, nooit. Het is van hoe langer dat ik ermee bezig ben, hoe meer mensen dat er dan als beginnen rond te vragen. En oh, zouden we dat niet doen? Zouden we dat niet doen? En kunnen we dat niet doen? En dan... En het grootste wat boven mijn kop. De Poolse tak, waar dat allemaal begon. Er is een Franse tak, er is een Amerikaanse tak, een Canadese tak, een Hollandse tak en een Israëlische tak. Tijd zijn vertrokken, dat zijn er die dat voor de oorlog zijn vertrokken. En allemaal ook om verschillende redenen. Er zijn er die dan naar Amerika gingen omdat dat het nieuwe land was, het beloofde land. Er zijn er die in de tijd al naar Palestina gingen. Er zijn er die dat te laat zijn vertrokken. Er zijn er die dat uit Polen zijn gegaan. Soms om economische redenen, soms om Anschlussredenen. Er zijn er die, ja, bijvoorbeeld de groottante die is vertrokken uit Polen omdat die gewoon niet getrouwd geraakte. Die hadden geen geld. Stamboom is één ding, de foto's vinden, hoe is dat? De foto's die komen uit fotoalbums van mijn grootouders, van mijn groottante, van neven en nichten. En het grappige is dat die foto's in verschillende albums terug voorkwamen. Dus eigenlijk iedereen had, er was eigenlijk een heel goede communicatie-correspondentie tussen al die neven en nichten. Die foto's die je dus al had, kende je iedereen ervan? Nee. Niet iedereen. Ik heb uitleg gekregen van nakomelingen, van neven en nichten in de derde en vierde graad wordt dat dan. Die hebben uitleg gegeven van wat dat ze zelf wisten, wat dat er zelf verteld was geweest door hun ouders en grootouders. We hebben ook foto's gevonden en gekregen van bijvoorbeeld de Dossin-kazerne. Daar zaten foto's... In Mechelen. In Mechelen, foto's van... Ja, de brieven, de aanmeldingsbrieven dat ze bij hadden, waar dat ze mee moesten gaan aanmelden onder de Dossin-kazerne om voor zo gezegd te gaan werken. En uiteindelijk naar Auschwitz zijn verdwenen, maar daar zaten meestal altijd foto's bij in die documenten. En daar heb ik wel heel veel van gekregen ook. Bijvoorbeeld, dat is mijn neef, ons papa is een neef, zijn cousin, Ben. Die is ook verstopt geweest. Bij mensen, bij onder andere, ja, dat is hem ook. Dat was een werknemster van zijn vader. Zijn vader was kleermaker.
Hij was werknemster van hem en terwijl zijn ouders ondergedoken waren, leefde hij bij haar. Maar die heeft er bekend 4 jaar gezeten en na de oorlog natuurlijk moeite gehad voor zijn eigen moeder te herkennen. En een beetje schrik hebben ook. Maurice, dat was een halfbroer van mijn moeder, ze heeft hem zelf nooit gekend. Dat was de zoon van mijn grootvader en zijn eerste vrouw. Hij met zijn zus zaten verstopt bij nonnetjes in Wallonië, aan de kant van Namen. En op een gegeven moment was hij met een taalman mee samen aan het werken en die vinden daar een mijn. En hij heeft die proberen onschadelijk te maken, met die vast te pakken, is die ontploft. Als daar die eerste muren brand. Bovenaan, de bril. Ja. 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 Dus dat waren de kinderen van mijn grootvader en zijn eerste vrouw. Dus je komt in het bezit van foto's? Ja, foto's. Hoe worden die dan etsen? Die zetten kom in zwart-wit voor dat effect dat ik wou. Voor dat effect te bereiken. Het was toch? Ja, puur zwart-wit. De grijs tinten weg. Dus ja. Het is puur zwart-wit. Die heb ik omgezet op puur zwart-wit. En dan overgezet, met behulp van carbonpapiertjes, op de koperplaat. En dan met de naald geëtst. En dan met aquatint techniek de vlakken zwart gemaakt. Wat betekent dat per iets aan werktijd ongeveer? Sowieso 2 keer een uur inbijten. Een uur. Gemakkelijk 4 à 5 uur voor per iets? Ja. Ja. En de Nivan die dat heel veel geduld heeft op mij en alles in kan gezet. En inderdaad een paar dagen alleen thuis heeft gezet. Terwijl dat ik hier. Maar als hij dat allemaal niet in gang had gezet, had ik het ook niet. Die kunnen maken. Volgend jaar denk ik wat meer thuis. Een aantal jaar geleden hoorden wij dat wij familie hadden in Amerika, in New York. En we waren daar net geweest, we kenden die helemaal niet. En die mensen die zijn naar hier gekomen om ons op te zoeken. Die hadden een begin van een stamboom. Dat is te zeggen, die hadden een aantal namen en waar wij konden aanvullen. En hetgeen mij intrigeerde was, er was zoveel van die familie verdwenen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er bleef zo weinig over. En we hadden al een hele tijd een foto bij ons thuis staan met Corinna haar papa als klein kind van 1 jaar met een sigaret in zijn mond. En een vrouw die hem vasthield. En na die foto 3 keer verhuisd hebben die in een mooie kader zit, begon ik mij af te vragen wie is dat. Niemand kon mij dat antwoord. Dat was eigenlijk het beginpunt waarop ik ben beginnen zeggen van wat kunnen we vinden van de familie van Corinne. En via het internet en via de microfilms van de Mormonen uit Salt Lake City, die je over heel de wereld kan opvragen, ben ik beginnen alle Pastorkovskis onderzoeken. Ik heb dat al ingegeven in een programma dat heet My Heritage. Dat is een gratis stamboomprogramma op internet. En het leuke aan het programma is, als er andere mensen zijn die er ook mee bezig zijn, dan vindt dat programma matches. Wij kregen op die manier matches met mensen die dezelfde familieleden in hun stamboom hadden. En op die manier hebben wij dus levende familie teruggevonden in Canada, Israël en Amerika. J'ai tellement transpiré que j'ai plus de larmes. Non, écoute, bon, non, écoute, montre peut-être un peu. Il y a Bernard ici juste devant. Il y a Batch. Non, c'est la sœur de Batch. Ici, c'est la photo de famille de maman. Ouais, maman. Mais tu sais que il y a Fanny. Il y a ici oncle Victor. Ça, c'est papa. Non, ça, c'est oncle Victor. Oui, non. C'est oncle Victor. C'est la photo qui est revenue de la caserne de Sam. Mais je trouve qu'il y a la tête de ma mère. Elle ressemble à ton père. Ouais. On a construit toute la famille.